Sinterklaas, u bent nou weer in Almelo. Hoe was de reis? Nou, een beetje een heel aparte gewaarwording, want zoals je weet, ik was alleen met de huispiet op de boot. Hè? Alle pieten waren weg. Maar voordat we in Almelo kwamen, kwam het allemaal weer goed. Ja, dat was een van de problemen. Had u verder nog problemen dit jaar eigenlijk? Nou ja, er zijn natuurlijk de laatste jaren in Nederland heel veel dingen gebeurd, heb ik gehoord in Spanje, met die Zwarte Pieten discussie. Maar voor de rest, nee, voor de rest loopt alles soepel. Alleen ja, ik mis natuurlijk momenteel nog de stoomboot, hè. Die is weg. En Americo dan? Want ik ziet hem nog niet. Waar staat Americo nou dan? Nou, Americo heeft natuurlijk ook de hele reis achter de rug en vorige week de hele intocht door de stad. Ja, en die gaat natuurlijk s'avonds mee met mij het dak op. Die zou aan het rusten in de stal. Hè? We hebben een tijdelijke stal hier in de bossen van Almelo. En dan kunnen de kindjes allemaal langskomen bij het Sinterklaashuis. En dan komen ze bij u even vragen op de foto bij u. Dan krijgen ze ook een cadeautje. Ja, iedereen, alle kinderen die in het huis komen, die komen mooi bij mij. Sommigen hebben tekeningen bij zich. Anderen niet, maar die nemen het dan de volgende keer mee. En we hebben daar een grabbelton. En daar mogen de kinderen grabbelen en krijgen ze dus allemaal een cadeautje. En daarnaast, als ze de schoen nog zetten, krijgt ook nog gewoon een cadeautje erbij in op pakjesavond natuurlijk. Tuurlijk, ja, het is zo te hopen dat de stoomboot terugkomt met alle pakjes, anders hebben we dan een probleem. Ja, natuurlijk, de kinderen mogen altijd een schoen zetten, maar ik zeg altijd even netjes in overleg met papa of mama. Altijd met papa en mama, maar ja, als je de schoentje dan hebt gezet en er zit waarschijnlijk een leuk cadeautje in en je komt nog naar het Sinterklaashuis, dus krijg je dan een extra cadeautje? Nou, dat krijg je tuurlijk. Hè? Tuurlijk krijgen ze dan een extra cadeautje. Als ze de moeite nemen om bij mij in het huis te komen, krijgen ze altijd een cadeautje. En pepernoten dan? Ja, kijk maar eens om je heen. De hele stad loopt vol met pieten, met zakken vol met pepernoten. Hè? Aan pepernoten geen gebrek. En je kunt wel zien aan de zak waar de pepernoten wegkomen. Maar de pakjes waren kwijt of heeft u nog pakjes in het huis staan? Ja, ik heb altijd een reservevoorraad pakjes. Voor het geval dat er iets fout gaat. Maar dat komt allemaal goed. Kunt u nog wel slapen in het huis dan met al die pakjes? Ja. Ja, je bent net in het huis geweest, zag ik. Ik zag je daar rondlopen en ik zag jou jaloers kijken naar dat mooie bed van mij. Het bed wordt vrijgemaakt. Elke avond maken de Pietje netjes het plekje vrij, dat ik in ieder geval rustig kan slapen. En de Pietjes slapen allemaal tussen de pakjes? Nee, we hebben twee verdiepingen naar boven. Er ligt een lichting Pieten op de tweede verdieping en ook nog op de derde verdieping. Oh.